Hallo, kijk naar een nieuwe podcast. Ik ben Vince. En ik ben Marix. En vandaag gaan we vuurwerk afsteken onder dit bruggetje. En wat voor vuurwerk hebben wij dan? Nou Marix, wat hebben wij? Vandaag hebben wij een hele mooie Cobra 8. Een mooi podcaststicker erop. Waarom hebben die podcaststicker er lelijk op geplakt? Dat heb jij gedaan. Ja, klopt. Dat is wel leuk. Nou, wat is de bedoeling van de video, Vince? Wij gaan deze bom als Cobra 8 afsteken. En dan gaan we naar huis en kijken of wat mensen of ze gehoord hebben en wat ze ervan vinden. Ik zou die mic even aan Jeff geven. Nee, dan hou die mic maar daar. Ja, komt goed. Hallo. Hallo. Zo kut, hè. Ja, dit ruikt. Geef dat ding aan Vince. Nee, fietsers. Het is zo kut. Ja. Nou, wacht. Oké, nu gaan. Kom. Ja, kom op. Kom. Nee, staat aan. Kut, politie, hier. Hey, Vince, hier. Hierheen. Politie, ik zie ze. Kut. Fuck. Links! Go! Misschien staan blijven! Fuck! Ja, staan blijven! Hey! Nico! Ja, wat doe je? Meekomen. Niet normaal dit. Jij ook. Uit de camera. Kappen. Dit is niet normaal. Ja, ik heb je. Pak jij hem mee? We waren al een filmpje aan het maken. Ik ben gewoon een filmpje maken. Wow, kom op. Was er niks? Rook, kom eens uit over. Was er niks? Ja, we hebben gewoon een pak met een vuurwerkbom achter op te steken. We komen even richting bureau. We waren gewoon een filmpje maken. We willen gewoon even iets leuks. Weet je hoeveel fietsers daar rijden? Ja. Ik ben bijna niet meer van die fietsen. Dat is echt niet normaal. Heb je al legitimatie van die jongen? Heb je een legitimatie bij je? Nee. Niet nee? Bij je zitten? Nee. Hij moet je wel bij je hebben, dat weet je. Ja, weet ik. Kom even hier, je moet een gordel om. Wat heb je nog meer in je zakken? Ik heb helemaal niks. Geen vuurwerk, staat er ding uit? Nee, je mag... dingen in je leven, ook hier wel aansteken. Ja, geen maar, doe mij wel. Dus we leggen het zo wel uit. Staat deze uit? Leg zo uit. We leggen het zo wel uit. Nou, mooi, een goede verklaring hebben. Nee, ik wil ook niet gefilmd worden met dat ding eigenlijk hoor. Nee. Ja, ik zet hem zo wel uit. Nee? Heb ik echt een probleem? Mij zit uit. Gelukkig maar. Wat moet ik doen dan? Ja, jij gaat even mee. Andere kant? Wil je niet goed reizen of zo? Ja, stap er even in. Van naar de rand. Komt goed. Ja. Heb je nog een vrijdag gaan? Zo schuld hè. Ja. Laat ik even hun, dat hun die bom even pakken. Jij mag het lekker. Ja, ik leg het uit. Joh, laat me draaien. We hebben het tenminste. Zet het vast. Jij mag het lekker gaan uitleggen aan mijn ouders. Wat zeg je? Jij mag het gaan uitleggen aan mijn ouders. Ja. Jouw naam? Mijn? Ja. Vince Kruid. Hoe? Vince Kruid. Hoe oud ben jij? Hè? Ik ben 14 jaar. 14 jaar, oké. Nou, je bent aangehouden. Jullie zijn trouwens allebei aangehouden. Ja. We gaan nu naar het politiebureau toe. Wat? En daar worden jullie geplaatst in een ophoudkamer. En daar komt de hulpofficier van justitie. Ja. Die toetst of de aanhouding rechtmatig is. Die is aangehouden in verband met het voorhanden hebben van vuurwerk, dan illegaal vuurwerk. Ja. En het maken van brand. Ja. Zo. Hey.
Ja, laat maar. Eerst rechts wel even. Ja. Hierin, rechtsaf. Daar zitten. We gaan even de hulpofficier in justitie halen. Ja. Blijf overal vanaf, we zijn zo terug. Ja, we blijven overal. Ja, is goed. Jij mag dit allemaal gaan uitleggen aan mijn ouders. Oeps. Ja, nee, serieus. Gast, ik denk het is zo'n onschuldig cobraatje. Een cobra is toch nooit onschuldig? Ja, maar nee, ik denk niet zo'n grote, weet je wel. Ik film nog wel. Ja, boeien, je gaat het eruit halen. Als ik nu een boete krijg, hoor. Of iets. Ik laat gewoon haast. Zo tegen de grote probleem met mijn ouders. Ik heb helemaal mijn best en ik geen onvoldoende krijg. Dus ik zal gewoon lekker leuke weg kan gaan in de vakantie. Kom goed, ik praat het wel bij. Stil, officier van justitie. Goeiedag. Hi, Jeffrey. Johan Dubbeldam. Hallo. Vins. Goeiedag, Johan Dubbeldam. Ik ben hulpofficier van justitie. Mijn taak is om, zodra er iemand is aangehouden, om te toetsen of de aanhouding rechtmatig is. Daarnaast wil ik ook wijzen op jullie rechten. Ik begrijp dat je minderjarig bent. Dus, voor de volwassenen heb ik een apart folder, daar zal ik zo op komen. Uh-huh. En voor jou als minderjarige heb ik deze folder. Daar staat alles in uitgelegd, ik zal het even toelichten. Je hebt de status als verdachte. Verdacht van voorhanden hebben van illegaal vuurwerk. Dat vinden we natuurlijk een kwalijke zaak. Ja. We hebben veel klachten erover. Om die zaak blijf je nu ook even hier op het bureau. Je gaat straks gehoord worden. Dat is, als ik vragen mag. Een verklaring mag je afleggen. We gaan een advocaat voor je in kennis stellen. Dat je bijstand krijgt van een advocaat. Ja. Daarnaast gaan we ook je ouders bellen. Ik had wel begrepen dat je vader al gebeld is. Ja, oké, dat is al geregeld. Daarnaast, ik wil niet dat we je onnodig gaan vasthouden omdat je minderjarig bent. Maar we gaan de zaak wel even goed onderzoeken. Ja, dat is voorkomen. Begrijp je wel? Ja. Oké. En ik? Daarnaast zijn we ook nieuwsgierig of jij niet nog meer vuurwerk bij je hebt. Dus wij gaan ook bij jou thuis kijken, in je kamer. Voor mij mag het, ja. En ik weet niet hoe jouw ouders erop reageren, maar het is altijd wel een vervelende situatie dan. Maar ja, dat gaan we toch wel even doen. Goed, nou meneer, voor u geldt hetzelfde. Eigenlijk de rechten die ik hem net vertel, die gelden voor u ook. U bent ook niet verplicht om antwoord te geven op de vragen die we stellen. U hebt ook recht op een advocaat als u dat wilt. Alleen u kan daar niet van afzien. De jongen kan daar niet van afzien, want hij minderjarig was. U kan er wel van afzien, dus u zegt van nou, ik heb geen advocaat nodig, dan gaan we gelijk met u verder. We gaan jullie straks ook scheiden, want jullie zijn allebei verdachten, dus ik wil niet dat jullie bij elkaar blijven. Je hoeft verder niet bang te zijn hier, we zullen goed voor je zorgen, maar we gaan het wel even onderzoeken. Ja. Zal ik jou gelijk even een andere dame zoeken? Ja, is goed. Ja, heb jij nog vragen over mij? Hoe werkt het, moet ik dit lezen? Helemaal. Nou ja, daar staat eigenlijk samengevocht. Als jij gewoon zelf goed kan lezen en begrijpend kan lezen, dan staat eigenlijk samengevat daar wat ik je allemaal net verteld. Ja. En wat zouden mijn gevolgen kunnen zijn? Ja, dat is natuurlijk wel serieus. Wij kennen jou verder nog niet. Ik weet nog niet wat voor contacten jij met de politie en justitie hebt gehad. Nog geen. Nee, dat zijn natuurlijk wel meerdere jongens die dat zeggen, dus dat gaan we eerst even onderzoeken. Ja. En daarnaast, het ligt er natuurlijk wat we bij jou thuis aantreffen en hoe je aan deze zooi komt. Dat gaan we allemaal onderzoeken, dus ik kan daar eigenlijk nog geen uitspraak over. Het enige wat u, het klinkt een beetje lullig, maar het enige wat u bij ons thuis kan vinden is een beetje oud vuur van vorig jaar. Dat zijn dan wondertonnetjes of geen illegale... Nee, verder niks. Nee, okay. Alleen maar categorie 1 vuurwerk, van vorig jaar nog. Oké, jouw vader is onderweg. Ja, dat heb ik al gehoord, ja. Ik denk dat ik maar een bakje koffie ga rijden, want hij is niet heel erg blij met je. Nee, dat dacht ik al. Dus, hoe is je band met je vader? Goed. Oké. Okay.
Maar wat was jouw idee dan? Of heb je gewoon over laten halen, die gasten? Nou, het was eerst helemaal niet... we wilden een item maken. Mm-hmm. En dan zouden we, dit ding afsteken. Ik weet ook niet wat... Ja, het enige wat ik wist is dat er een Cobra 8 op stond. Maar ik wist helemaal niet. Dus net werd hij uit de tas gehaald. En ik zag best zo'n ding. Mm-hmm. Ik schrok er zelf ook van. Dus ja. Maar toch doorgaan. Ja, het is heel dom. Ja. Ja, dus laat je wel overhalen, man. Ja. Ja. Je bent niet de enige hè, die dit overkomt. Zijn vader is hier. Ja. Oh. Kom hoor. Oké, nu gaan. Steek aan de klappen. Onderkant. Steek aan. Hallo. Het ging goed, hè? Het ging goed, hè? Ja. Ja? Ja. Nou, mooi. Pure paniek. Gaan we naar het bureau. Wachten. Klopt. Hoe ging het daar, Monix? Vertel even. Het duurde heel lang. Want er reden allemaal mensen op. Ja, wij stonden hier, dus we zagen iedereen die er kwam ook. Maar heel snel, toen kwam er een keer, kut politie! Toen kwam er een politieauto. Dus ik andere kant op rennen. En die mensen hadden me ook niet zien. Ja. Ik denk vast. Maar het was wel echt heel intens. Ja. Nee, hij houdt zich heel groot. Ja, je ziet wel dat hij echt wel iets heeft van shit. Want net is gezegd tegen hem dat hij zijn dat het huis ook doorzocht wordt, et cetera. Zijn vader is gebeld. Ik probeerde echt ook. Ik ben best wel stil mogelijk geweest. Je deed wel goed. Ja, dat is echt goed. Weet je mij nou, En ben jij ook al, of zit je een ander kamertje? Nee, ik zat ernaast. Je bent er nu uitgehaald. Ik ben eruit gehaald, maar dat was niet helemaal de afspraak, omdat ik natuurlijk wel de kamer een beetje in de gaten wel, maar die staat nu op een goede plek volgens mij. Dus. Ja. Ja. Hij keek wel echt heel, hoe zeg je dat, zo van... Hij baalde, jongen. Ja. Ik zag pas zijn kop. Hij zat heet, jij gaat die boete betalen, zeg maar. Oh, ja, voor nu al. Ik vertel dat hij in de recht voor advocaat en dat soort shit. Jij mag echt mijn ouders gaan leggen. En dan begon hij ook zo zielig van, ja, en ik dacht, ik kan zo goed gebest gaan op school en ik een goede cijfers gaan om een goede leuke kerstvakantie te hebben. Ik ben wel blij dat ik eruit ga. Maar er wordt straks al gezegd dat zijn vader... Is al gezegd dat ze waarom weg is. Hij is in beeld. Ik heb gezegd dat de vader aankomt dat hij boos is. Maar zijn band met zijn vader is goed, zegt hij gelukkig. Zou die hebben, hebben nagedacht over hoe, of hij die klap heeft gehoord? Ja, hij heeft al gezegd dat hij geen klap hoorde überhaupt, zei voor de kamer. Nee. En toen zei hij, nee, maar hij stond niet eens aan, zei hij, maar hij stond wel aan. Ja, dat ding brandt als een gek. Ja. Heb je gehuild? Nee. Oh, je hebt wel een hele rode wangetje. Ja, ik denk,
Ik heb voor de toets, weet ik wat ik deze week. Ja, ik heen wel mijn best, want anders was ik sowieso de nul. Nu nog de politie, god. Wat heb je ervan geleerd? Nou, dat jij het ook niet meer naar jou moet luisteren. Ja, maar dat was al bekend. En twee. Geen vuur. Ik heb te veel door mijn hoofd en nu. God. Ja. Lekker. Wat zeggen we dan? Wij zijn zoes en we stoppen nooit. Leuk dat je gekeken hebt naar deze podcast. Vince, hoe vond je het om geprankt te worden? Kut. Heb jij nog wat te zeggen? Ja, nee, eigenlijk doe gewoon geen gekke dingen met Oud en Nieuw. Oud en Nieuw heel, doen wij ook. Ja, top. Ik wil nog een officier van justitie, of hulpofficier van justitie. Wil je nog wat zeggen? Nou ja, wat aansluit wat Stefan zegt, lekker normaal doen met Oud en Nieuw. Precies, en ik wens jullie allemaal een fijn 2020. Hoi! Hey!